Het Mungo Festival wordt dit jaar ook georganiseerd, maar niet in Mungo. Het jaarlijks terugkerend festival wordt in Frans-Guyana gehouden en wel op 28 september. Dit maakte Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kibi, gisteren bekend op een persconferentie. Het was ons plan het festival dit jaar een week te houden, maar dan 2 dagen in Frans-Guyana, 2 in Albina en 3 in Mungo. Maar de lokale regering heeft het proces van de stichting verstoord door de plannen in de war te schoppen met het openbreken van de Timbe Art Studio. Dus we zijn benaderd door de Fransen om het plan voor te leggen en dat hebben we aangegrepen, zegt Pinas. Wij als organisatie op dit moment niet zeg maar het werk dat we zo moeten doen om het festival voor te zetten in Mungo heb kunnen doen. Dat we hebben uitgeweken naar Frans-Guyana. Maar dat is niet zomaar naar Frans-Guyana. Want eerder heb ik, in het jaar heb ik het ook aangegeven, sinds het afgelopen festival, dat wij zeg maar, het festival groter willen maken. 7 dagen, 2 dagen Frans-Guyana, Saint-Laurent, 2 dagen Albina, 3 dagen Mungo. Maar als voorloper op die 2 dagen en 3 dagen, dat we van het jaar een 1 dag pilot zouden doen in Frans-Guyana. En 1 dag in Albina en 3 dagen in Mungo. Maar dat we al ver gevorderd waren met Frans-Guyana, met de overheid, met La Mairie. En dat we dan, omdat de situatie hier niet gezond is, hebben we gemeen om te zeggen van oké, dat gaan we het gewoon voorzetten in Frans-Guyana. Dus dat is het idee daarachter. Pina zegt verder dat het de bedoeling was het Mungo Festival een internationaal karakter te geven en ervoor te zorgen dat de impact groter zou zijn. Nu zal het festival voor 1 dag als pilot draaien in Saint-Laurent-du-Maroni, zegt de Kibi-voorzitter. Zoals ik in mijn presentatie heb aangegeven, praten we met de Franse overheid. Zijn we bezig met verschillende Franse organisaties, partners in Frans-Guyana met wie we samenwerken. Weet je, en toen kwam ja, het idee om te zeggen van, hey, dat is wat we gaan doen. En we zijn al lang blij om te zeggen van, weet je, dit is een concept dat we hebben ontwikkeld. Dat anderen het belang, de nut ervan inziet. Wat voor voordelen datgene wat we in Mungo al die jaren hebben gedaan, heeft op Frans-Guyana. Dat ze zeggen van, hey, het concept vinden we belangrijk. Kom, laten we het samen doen. Ja, we zijn daarom blij en hoe je draait of keer, ik ben trots erop, want het is een concept dat we hebben ontwikkeld met de lokale community van Mungo, die ik ook wil complimenteren voor de wijze hoe zij ons hebben opgevangen de afgelopen periode en dat ze hun krachten hebben gegeven om dat wat we tot nu toe hebben gerealiseerd mogelijk te maken. Tot zover Marcel Pinas, voorzitter van Stichting Kibi. We spraken hem gisteren in het kader van het Mungo Festival, dat dit jaar niet in Mungo wordt georganiseerd, maar in Saint-Laurent-du-Maroni, Frans-Guyana.